Een nieuw theaterinitiatief in Maastricht, Theaterschool De Zuiderlingen, wil professionele theaterlessen aanbieden voor talent en liefhebbers in de stad. Judith Pol, artistiek leider, studeerde al in 2003 af als acteur aan de Toneelacademie Maastricht. Zij wil haar kennis en ervaring inzetten om de toneelspelers en acteurs van de toekomst op te leiden. Nou, het is eigenlijk voortgekomen omdat de gemeente Maastricht niet langer aanbieder wilde zijn van cultuureducatie. En het aanbod wat er voorheen al was, er was al een heel goed aanbod aan toneellessen en musicallessen, dat wilde ik heel graag behouden. Ik gaf zelf al les voor het Cumulus toen nog en ik had een ontzettend leuke groep. En ik had zoiets van, ja, dit kan niet zomaar verdwijnen. Wij moeten hier, Maastricht is een stad van cultuur. We hebben een toneelacademie, hebben wij. We hebben het conservatorium. Er is gewoon een heel groot aanbod aan cultuur. Dus er moet ook een theaterschool zijn. Dus richt Judith met een aantal anderen de theaterschool op, waar gekozen kan worden voor theater of musical les. Bij de musical les hoort uiteraard ook dans en zang. De lessen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, van jong tot oud. Ook heeft het theaterinitiatief een intensiever traject voor mensen die daadwerkelijk een carrière als acteur nastreven. Je start op zaterdagen. Elke zaterdag kom je hier samen met een groep. En dan heb je de hele dag door heb jij lessen. Dus je start bijvoorbeeld met een blok teksttoneel. Daarna krijg je stemles. En dan sluit je af met cultuurbeschouwing. Ik noem maar een voorbeeld. En in een aantal blokken, uit mijn hoofd zijn dat drie blokken die je doorloopt, doorloop je dat hele traject van lessen die je ook op de toneelschool zult gaan krijgen. Bij de theaterschool staat één ding centraal. Wat maakt jou nou anders dan de ander? Hè? En proberen we ze ook voor te bereiden op, als ze zich gaan aanmelden, om audities te gaan doen voor de toneelschool. Want dat is ontzettend spannend. En daar kunnen wij ze ook bij helpen. Van wat wordt er dan van je verwacht? Wat moet je voorbereiden? Wat moet je vooral niet doen? Dus dat zijn allemaal dingen die aan bod komen. Ja, dus kortom, het theatertalent van de toekomst komt uit Maastricht. Het talent van de toekomst komt uit Maastricht en wordt opgeleid bij de Zuiderlingen.